Daal denken, $100.000 voor degene die wint. Nou ja, het is $100.000 verdeeld over 10 wedstrijden, dus het valt allemaal op zich. Maar het is ook geld even goed, maar het gaat mij meer om alle mensen die zijn komen kijken. Mijn vrienden, familie, mijn meisjes zitten in de zaal. Dus ik moet gewoon winnen, mijn broer zitten, weet je, mijn ouders. Ik moet gewoon voor hun winnen, of voor mezelf natuurlijk. Maar... En waarom ga jij winnen? Omdat ik heel vervelend ga doen zo meteen. Nou, we gaan het zien, want we gaan het opmaken voor de eerste partij van vanavond. Tussen Sam Braan en Alexander Cosmo. En voor alle duidelijkheid, er staat een contract van $100.000 op het spel. Dat is niet mis. De commentaar bij de eerste partij van vanavond krijgt u van Olaf Mol en Ernesto Hoost. Daar komt de Nederlander richting de ring. Het is dus Sam Braan, herkenbaar aan zijn lichtblauwe broek. Dat is ook straks makkelijk in de ring. Hij heeft hard gewerkt om hier te komen. Hij heeft zich de laatste maanden letterlijk en figuurlijk in het zweet gewerkt. En staat dus in die finale tegen die Braziliaan met die enorm lange naam. Cosmo Alexander Moreira da Roca. En die komt uit Sao Paulo. Komt wat rustiger aanlopen bij de ring. Ernesto, op papier, wie van deze twee zou het, ja, als je het dan op voorhand moet zeggen, zou het moeten kunnen halen? Nou ja, ze hebben allebei de finale gehaald. Ja, als je in de finale komt, dan ben je gewoon heel sterk. Dus ik bedoel, op dit moment is het moeilijk te zeggen. Ik denk dat ze gewoon allebei 50-50 kansen hebben. Ja, Braam heeft wat meer wedstrijden gebokst. Deze Cosmo is trouwens ook niet zomaar iemand. Hij kan wel het een en ander. Hij heeft inmiddels 32 gevechten op zijn naam staan. Daar gaan de heren zich opmaken voor ronde nummer 1. In totaal doen ze dus 3 rondjes. 3 ronden van 3 minuten. Aftasten in het begin, normaal gesproken, maar ze beginnen meteen lekker. Normaal is de Nederlander dus, Sam Braan in die lichtblauwe broek en de Braziliaan in de donkere broek. Ja, je ziet dat ze meteen druk zetten. Ja. Brengt ze tegenstander naar de touwen toe. Het is natuurlijk altijd veel prettiger om vanuit het midden van de ring het gevecht aan te gaan dan vanuit de touwen. Dus dat doet hij heel goed. Even op de grond daar, beenveegje, duwtje, mag allemaal. Dat mag. Oh. Ja, binnenkant, buitenkant, ben je mag je trappen. Braan kijkt goed. Hij heeft zijn dekking redelijk hoog. Ja. Kijk, die Braziliaan in de zeg maar, aanloop naar deze finale heb ik hem een Fransman ongelooflijk naar de grond zien hoeken. Althans, ja. Dat deed hij met zijn knie. Ja. Hij maakt daar redelijk veel gebruik van. Hier zie je hem ook alweer komen, hè? Onder de ribben. Hij is goed met zijn knieën. Hoppa. Oei, hij die zat erop. Ja. Ja, als je dat goed kan gebruiken, is het zo'n sterk wapen. Want als je goed raakt, is de wedstrijd meestal afgelopen. Goed, wat wij ervan vinden is natuurlijk niet heel belangrijk. Er zitten 3 juryleden aan de zijkanten van de ringen. Ja. Aan de beide zijkanten, rechts en links, ja. Hier vandaan gezien. En in wezen onderaan in beeld. Dat klopt. En die noteren gewoon, wat zei je, dat is raken en dat is niet raken. In principe, je hebt 2 manieren waarop je kan noteren. Dat is één is inderdaad dat je echt de treffers probeert te tellen. En anders gewoon het 10-10 systeem. Degene die de ronde wint, die krijgt 10 punten en de andere 9 punten. En in geval van 8 tellen rust, dan gaat er meteen nog een punt vanaf. Scheidsrechter er weer tussen. Braam, 28 jaar oud, Amsterdammer. Moet mooi zijn om in zijn volle arena te staan. Ja, dat is geweldig. Ik heb het zelf 1 keer mee mogen maken en dat is gewoon fantastisch. Als ze allemaal op de banken voor je staan. Oep. De Braziliaan begint een beetje los te komen. Ja, hij neemt goed open steeds. Kijk, als Sam links stoot, dan wil hij vaak met rechts eroverheen komen. Dat doet hij heel goed. Maar Sam blijft scoren, zoals je ziet. Ja. Dus hij blijft gewoon zijn dingen doen. Toch nog een beetje voorzichtig zijn eerste ronde. Ik kan me dat wel voorstellen trouwens. Want ja, bedoel, 3 keer 3 minuten is toch belangrijker. En het liefst leg je natuurlijk je tegenstander tegen het canvas. Ja. En ze hebben elkaar natuurlijk zien vechten. Ze weten wat ze kunnen. Dit doet hij heel goed. Mooi, hè? Ja. Hij miste hem, maar daardoor kreeg hij een trap op zijn standbeen. Ja, hij liet hem missen. Sam liet hem missen en hij counterde met een rechter low kick. Dat is wel iets wat ik ook wel zou kunnen gedaan hebben. Is dat kijken en denken of is dat nou precies instinct? Dat is instinct. Okay. Dat kan je niet bedenken op dat moment. Dat moet je gewoon doen. De situatie doet zich voor en je reageert. Je moet erop reageren, precies. We zitten in de laatste fase van die eerste ronde, waarbij de Nederlander het zeker niet makkelijk heeft. Maar ja, dat hadden we van tevoren al geroepen. De jongens hebben allebei die finale gehaald. En niet te vergeten, het gaat natuurlijk om $100.000. Ronde 1 zit erop. Ik denk toch dat Sam iets actiever is geweest. En hij zou misschien toch wel de ronde krijgen van de jury. En die Braziliaan continu met die knieën optillen, dat is verdedigen tegen de low kicks, toch? Dat is verdedigen tegen de low kicks, ja. Ja, dat doet hij goed.
Nou, eens kijken. Een paar keer geraakt is. Ja, kijken wat er in rondje nummer 2 gaat gebeuren. De klok staat weer op 3 minuutjes. En meestal is dit het punt waarin iemand de aanval gaat kiezen. Het lijkt op dit moment de Braziliaan te zijn die dat doet. Alexander Cosmo dus. Als je 3 ronden moet vechten, dan moet je zo. Als je de eerste ronde verliest bijvoorbeeld, dan moet je de 2e ronde natuurlijk wel wat doen. Want anders wordt het erg moeilijk om op punten te kunnen winnen. In hoeverre weet je als bokser dat je zo'n 1e ronde verloren hebt? Weet je dat duidelijk of doe je of ja, pas je later? Weet het niet altijd. Soms weet je het zeker, heb je gewoon de meeste acties gemaakt en soms is het gelijk opgegaan. En dan weet je het gewoon niet zeker. Luister in ieder geval goed naar de referee, dat is duidelijk. Ja. Normaal zie je ze nog wel eens doorgaan. Nou ja, als je ervaren vechter bent, dan luister je goed naar de scheidsrechter. Hoppa. Dat mag ook allemaal. Je mag een been vasthouden en dan iemand een klap geven. Een been vasthouden, dan een klap of een trap geven en dan weer loslaten. Ja. Dat mag. Wie van de 2 is nou ook volgens jou, als je zo kijkt, de betere bokser? Ik heb het gevoel dat die Brazo wat meer raakt. Heeft hij langer reach of... Ik denk dat hij wel wat, misschien wat meer raakt. Alleen Sam doet wat meer. Oké. Actief zijn, belangrijk. Sam is actiever. En dat is vaak heel belangrijk voor de Sjoer. Heel geconcentreerd bezig. De Nederlander Sam Braan dus in die lichtblauwe broek. Tegen die Braziliaan. Waarbij de strijd op dit moment redelijk gelijk opgaat. Iets actievere Nederlander, dat is gunstig. Ja, dat moet je ook doen. Hij blijft gewoon drukken. Hij blijft gewoon te aanvallen. En ook als hij... wel eens geraakt, dan komt hij toch weer meteen terug. Dus, zoals hier. Ja, daar staat wel onder druk. Was hij aan die erg vooruit toch? Goede rechts. Ja. Dat doet hij gewoon goed, die Braziliaan. Die links overnemen met rechts direct. En doet hij het alweer. Dus dat is echt een gevaarlijke beweging die hij maakt. Als ik er naar kijk, dan lijkt die Brazo stevig op zijn benen te staan. Hier, kijk, linkshoek. De Nederlander is wat, ja, in mijn optiek een beetje slungelig, maar dat is natuurlijk niet waar. Nou, dat kan inderdaad wel zo overkomen. En ik denk ook wel dat die Braziliaan wat steviger op zijn benen staat. Maar hij oogt wat vermoeid of zo. Ja. Kan natuurlijk zijn dat hij uit Brazilië komend een jetlag heeft of zo. Dat hij daardoor wat minder druk zet. Dat zou kunnen. Braan begint de druk op te voeren, dat is duidelijk. Kijk maar, in de hoek. Goede levensstoot. Opstoot net gemist. Knie net gemist. Maar hij blijft wel dingen doen. Ja. De Braziliaan bleef overigens mooi rustig kijken. Dat is ook belangrijk, hè? Dat is wel belangrijk. Maar ja, als je niks doet, als je niks terug doet, dan scoor je geen punten. Nee. En vanuit de touwen vechten is nooit erg prettig. Tweede ronde zit erop. Dat betekent dat de heren zo dadelijk nog 3 minuten hebben om het voortijdig af te gaan maken. Hier wat herhalingen. Kick daar waar de Indiaat die voet vasthoudt. Ja. Nederlander er goed en overheen. En bewegingen naar loslaten. Ja. Dat deed hij goed. Kijk, zoals die bewegingen, het is allemaal niet hard. Het is allemaal, hij mist heel veel, maar hij valt wel aan. Hij maakt wel de bewegingen. En dat is voor de jury vaak heel belangrijk. Hij werkt goed. Ja. Heel belangrijk. Ja, zeker. Derde en laatste ronde dus voor het gevecht. Dus de Nederlanders Sam Braan en Alexander Cosmo. Hatsa, slim hè? Heel mooi. Ja. Zo. Een hele mooie knie. Ja, dat is een van de dingen die ik inderdaad in die voorrondes naar deze finale van hem gezien heb. Hij is sterk. En toen deed hij dat eigenlijk alle rondes. Hij is nu eigenlijk, wij hebben wat rustig begonnen. Maar hij weet natuurlijk wel dat hij het hier moet doen. Ja, hij zal het zeker hier moeten doen. Dat is voor mij wel duidelijk. 1, 2, 3 stoten en dan een trap eroverheen. Dat is een beetje een Mijirigim-stijl. Dus de sportschool van de patiënt. Ja. Stoot, stoot, stoot en dan een trap. Ik hield er ook heel erg van. Combinaties maken. Combinaties en een stootcombinatie volgen met een trap. Waarom is Nederland zo'n goed land voor dit soort vechtsporten? Oh, alhoewel, goed moment om dat te zeggen. Nou ja, ik denk dat ze vanaf het begin dat heel goed gedaan hebben. De combinatie tussen de arm en de been en meteen geïntegreerd hebben in het spel. Ja. En dat, in andere landen was het toch of trappen of stoten. En daar hebben we gewoon een hele grote voorsprong in opgebouwd. 1 minuut 44 nog te gaan in de derde en laatste ronde. Vermoeidheid zie ik een beetje komen nu. Je ziet de handen ietsjes meer zakken. Ja, hoewel ze toch nog wel fel blijven werken. Braan is goed geconcentreerd bezig. Maar ja, nogmaals, het gaat ook ergens om, hè? Vergis je dat niet.
contract waar hij wel voor moet vechten. Maar wat alles bij elkaar toch $100.000 waard is. Die ja. linker zat er goed op. Ja. De Braziliaan ziet er ook vermoeid uit nu, hè? En nu is het gewoon een kwestie van wie heeft het, die wil het diepste gaan. Wie heeft het meeste hart. In de clinch. En hij blijft maar duwen, hè, Braan. Hij is eigenlijk gewoon een vooruitboksende bokser. Hij blijft vooruit gaan en kijk, hij mist veel, maar hij raakt ook wat. Ja. En het is altijd meer dan wat Cosmo doet. Wat Cosmo doet is gewoon harder. Het, is, het lijkt gevaarlijker. Maar het is te weinig, in mijn opinie. Hier, dit doet hij gewoon goed. Ook hij weet dat er nog maar 30-tal seconden te gaan zijn. Gemiste high kick. Als hij erop zit, heb je een probleem, hè? Ja, gemiste opstoot. Zie je wel sterretjes minimaal. Heb je te veel biertjes op. Maar wat opvalt is dat ze redelijk dicht bij elkaar boksen. Het is niet zo dat er eentje afstand houdt. En... Nou, zeker als je wat vermoeider wordt en je moet nog scoren. Ja, dan blijft het liefst dicht bij elkaar. Nou, het score is gedaan. De 3 minuten zitten erop van die derde ronde. En dus is nu het woord aan de juryleden. Zij gaan bepalen welke van deze twee mannen dat contract naar ze toe mag halen. Ik vind op zich de Braziliaan een mooiere stijl hebben. Ja. Maar ik vind Sam effectiever geweest. Een paar keer even naar de grond. Maar dat was meer gewichtverdeling die verkeerd was. Of uitglijden of whatever. Dus helemaal geen andere zaken. Dat zijn meestal geen punten die je daarmee verdient. Goed, laten we eens even kijken hoe het zit. Wie is het geworden? Winner by points. In de blue corner, Sam Sente. Ja, hij is er blij mee. Ja, terecht. Sam Braan heeft het dan toch weten te fixen. En hij heeft de partij mooi van naam geschreven. Ja, geweldig. Ja, en dat zou je zeggen.